Meneer Timmermans, de vorige keer dat u hier zat, toen bezongen we de schoonheid van Europa. Het was een iets andere context, maar het ging wel over Europa. Toen hadden we het over Stromae, op uw verzoek. Ja. Nu, ik ben nog geen 4 bladzijden weg in uw Criedekeur. En we hebben het over Touriste Le MC, een Vlaamse muzikant. Waarvan u zegt, ik vind hem ongenadig goed. Ik briljant. Vind hem zelfs briljant. Briljant. Leg uit waarom hij briljant is. Briljant, omdat hij als geen ander in het Nederlands, ja, Antwerps, bijna Nederlands, verwoord waar de pijn zit. En hij doet dat op zo'n eerlijke manier. Hij stelt zichzelf daar helemaal bij bloot. Waarbij hij ook zijn eigen twijfels en tekortkomingen aan ons laat zien. Waardoor hij ons uitnodigt om door zijn ogen te kijken. En dat is het mooiste wat een kunstenaar kan doen. Hoe komt u aan hem? Ik hoor hem op de radio. Ik luister altijd naar muziek. Ik heb altijd muziek om me heen. Ik heb dat enorm nodig. Dat laadt mij op. En ik heb het nu nodig om opgeladen te zijn. Want ik wil 100 keer meer energie hebben nog dan anders. En hij raakte me meteen. Na 2 zinnen raakte hij mij meteen. En dat liet me niet meer los. U drukt het hele liedje af. We hebben het nu over de vluchtelingen. Het vluchtelingenprobleem. Ja. Een van de problemen in de Perfect Storm die u schetste. Laten we luisteren naar een stukje van dit lied. Het laatste. En dat vindt u ook de belangrijkste, dacht ik. Dan is Stix de Nederlandse rapper uit Zwolle. Stix is dan aan het rappen in zijn nummer. Dan, we luisteren even. We laten de tekst even staan. En dan gaan we close readen samen. Oké? Okay. Ja. Daar komt jouw roos, schat, daar komt jouw roos. Eigenaardig dat het zo gaat, kijk het aan vanuit mijn sofa. Na een dag hard timmeren, aan de weg voor mijn loopbaan. Ik loop in 7 sloten, alle even belangrijk. Althans wel voor mij, spijtig, momenteel geen handen vrij. Hypocrisie is het niet, het is de waan van de dag. Het is de onrust in mijn kop, begraven in het zand. Ik zou wel willen helpen, en heb ook een luisterend oor. Maar ook jij denkt hetzelfde. Daar is het Rode Kruis toch voor? Ja, even tot zover. Ja. Misschien vooral de laatste zinnen. Maar jij denkt ook hetzelfde. Daar is het Rode Kruis toch voor? Ik zou wel willen helpen en heb ook een luisterend oor. Maar ja, jij denkt hetzelfde. Daar is het Rode Kruis. Zijn dat voor maar u dat essentiële regels? Dat denken we toch vaak allemaal. Ja. Als je toch ziet de problemen die op ons afkomen. Hoe de wereld eruit ziet. Dan wordt het toch heel gauw te groot. Mm-hmm. En dan denken we toch allemaal, ja, ik zou wel wat willen doen, maar ja, wat maakt het eigenlijk uit? En ik heb nog zoveel andere dingen aan mijn hoofd. De kinderen moeten op tijd naar bed. De was moet nog worden gedaan. Maar het is toch ook dat allemaal is toch heel menselijk. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, zelfs als je dat allemaal denkt, met een kleine stap, het hoeft niet veel te zijn, kan je de samenleving een stukje beter maken. En iedereen heeft dat, ik zou het bijna een illusies verlangen willen noemen. Iedereen heeft het verlangen om de omgeving om zich heen beter te maken. Sterker nog, ik vind ook dat mensen die op Le Pen of op Wilders stemmen, daar zit ook een diep verlangen aan, een betere, meer hechte samenleving zit daarachter. Alleen op een manier die anderen uitsluit. Terwijl mijn pleidooi is, denk aan dat burgerschap, denk aan dat broederschap, maar ook voor mensen die je misschien niet meteen herkent, maar die wel bij je zijn, die in de buurt zijn. Praat eens met ze. We gaan weer terug naar het liedje van Touriste Le MC. Klein gebedje heet trouwens de som. Door u nog in zijn geheel afgedrukt, omdat u het een belangrijk lied vindt. Dit is de slotparagraaf, de slotcomplet. Overal is het smerig, overal slachtoffers. 40 miljoen mensen vluchtend voor de nacht om is te groot te bevatten. En niemand gaat nog vrij. De boter op mijn hoofd koop ik af via Giro 3x5. Kom wel goed. Het komt wel goed. Ja, komt wel goed. Komt wel goed kan 2 dingen betekenen. Hier betekent komt wel goed, zal wel. Komt wel goed kan ook betekenen wat Angela Merkel zegt. Wir schaffen das. Mm-hmm. Het komt wel goed omdat we samen de schouders eronder zetten. En dat is het komt wel goed waar ik mij door laat inspireren. Waar ik voor hard voor wil werken. En waarvan ik zeker weet dat bijna iedereen die nu naar dit programma zit te kijken dat ook vindt. Ja.